Hoi, mijn naam is Laura en ik ga op bezoek bij verschillende supermarkten in Nederland. Ik wil namelijk alle verhalen in en rondom supermarkten vastleggen. Want er gebeurt zoveel meer in de supermarktenbranche dan men denkt, ziet of hoort. Wil jij een kijkje achter de schermen? Kijk dan naar Supermarktjournaal. Vandaag zijn we op bezoek bij Postmarkt in Utrecht. Laten we eens kijken hoe het er in deze supermarkt aan toe gaat. Ik ben Marco van der Klomp, ik ben bedrijfsleider hier bij de Postmarkt in Utrecht. Iedereen gaat ervan uit dat de supermarkt het heel goed heeft en over het algemeen is dat natuurlijk ook zo. Alleen dat is bij ons precies het tegenovergestelde. We zijn een stadsfiliaal, een bijzonder filiaal. Ongeveer de helft van onze klanten zijn passanten, heel veel studenten, 75%. Maar de studenten die studeren op dit moment thuis en de passanten die zijn er niet meer in de stad. Dus waar een andere zeg maar een 30-40% plus in zijn omzet, doen wij precies het tegenovergestelde. En zakelijk gezien behoorlijk pittig. Het werken in de coronacrisis vind ik best een beetje lastig. Je moet natuurlijk afstand houden. Je moet goed hygiëneregels in de acht houden. Zoveel mensen mogen de winkel in, wat minder mensen, meer mensen. Zo hebben we bijvoorbeeld een doseerstoplicht aan het begin van de winkel. Op het moment dat we zien dat de winkelmandjes die afgemeten zijn aan het aantal mensen wat in de winkel mag op zijn, dan gaat het stoplicht op rood en moeten de mensen wachten. Okay, je kan dat zien hier, is een beetje plastic geplaatst om de mensen die anderhalve meter uit elkaar te houden. Nog niemand zien aanhouden, maar goed. Daarnaast hebben we ook nog, omdat we een hele gekke kassaopstelling hebben, een heel gordijn opgehangen van plastic. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog heel veel mensen die het allemaal onzin vinden dat het allemaal plaatsvindt. Boodschappen doen nu is vrij normaal eigenlijk. Voor mij niet veel veranderd. Het is gewoon fijn dat de winkels wat rustiger zijn eigenlijk. De meeste mensen zijn het begin nu te wennen. In het begin was het heel moeilijk. Mensen liepen door en een beetje miepen van ja, ik wil niet. Dat is inderdaad verplicht, dus ik moet een mandje pakken. Zo direct moet ik daar nog aangifte voor doen ook. Er waren een drietal jongens die geen anderhalve meter wilden bewaren en ook geen mandje wilden nemen. En het vervolgens nodig vonden om echt de meest verschrikkelijke ziektes naar het hoofd van onze cashier te gooien. En toen ze enigszins wat feedback kregen van die cashier daarover, vervolgens gewoon een kassamonitor totaal kapot hebben geslagen. De politie hebben gebeld en die is ook gekomen. En ja, we hebben natuurlijk opnames van en ze hebben het onderzoeken wie het is. Ja, dat is ja, uit den boze. Dat kan echt niet. Onbegrijpelijk. Dat komt puur door het feit dat ze die dingen niet willen hanteren. Dus ja, komt door de coronacrisis op dit moment. Wil jij altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op social media. Tot de volgende keer!